De leukste momenten van het jaar waren dat ik elke NK mocht rijden van de senioren. Dat was wel echt heel erg gaaf. En dat hier op het WK in Obiero. Wat een hele mooie ervaring was. Jane van der Molen, mijn mooiste moment van vorig jaar was de 1500 meter winnen op het NK afstanden. En nu hebben we een nieuwe groep bij Jong Oranje en dat is een hele leuke groep. Kijk voorbij, tweede jaar Jong Oranje. Mijn hoogtepunt waren NK Sprint senioren afgelopen jaar. En dit jaar wil ik graag concurreren met de senior. Kees Heemskerk, 17 jaar, nieuw Jong Oranje, kom uit Warmond. Mijn hoogtepunten van vorig jaar waren de zegens op 3 kilometer tijdens de Interland in Berlijn en de NK Allround. Dit jaar hoop ik WK Junioren te rijden. Ik ben Bent van den Bergen, ik ben nieuw Jong Oranje. Het mooiste moment van vorig jaar was geweld, enkel afstand van 500 meter. En de korte mouwen schijnen op natuurijs. Pink Gulstra, dit jaar een mooi seizoen gehad met goed begin. Enkele afstanden voor senioren. Twee eerste plekken op de 3 en de 5 kilometer. Vervolgens wat blessure leed gehad, maar desondanks toch nog een redelijk WK junioren kunnen rijden met de medaille. Dus wat dat betreft een goed seizoen gehad. Ik ben Sanneke. Even opnieuw. Ik ben Sneling, ik kom uit Zuid-Holland en ik loop af en toe stage met Jong Oranje. Mijn mooiste punt vorig jaar was de jeugdolympische spelen natuurlijk winnen. Rijne Anema, derde jaar Jong Oranje. Vorig jaar ben ik naar Japan geweest voor het WK. Vond ik echt super gaaf. Dit jaar een nieuwe groep, variatie en twee nieuwe leuke. En daar ben jij er één van. Ja, dat klopt. Ik ben Pauline Brunsman. Ik ben nieuw in Jong Oranje. Vorig jaar heb ik bijna alle World Cup voor junioren gereden, waaronder in Erfurt. Daar zijn we eerste geworden met de ploeg achtervolging. Thomas Trol, ik zit voor het derde jaar in Jong Oranje. Er zitten een paar nieuwe gasten bij, waarvan de een wel een hele grote mond heeft. En mijn mooiste momenten waren de weken in Japan, waar ik tweede werd op het WK junioren. Nou, dit is Arvin Wijsman. Zijn mooiste momenten dit jaar waren in Obihiro. En ik heb van Arvin gehoord dat hij het wel jammer vindt dat er twee nieuwe Friese bij zitten. Beetje jammer dit, maar verder is het een beste jongen. Thijs Roos, 17 jaar, kom uit Heemstede, nieuwe Jong Oranje en afgelopen jaar Nederlands kampioen geworden bij de BES. Heb jij een sociaal leven? Ja, dat komt wel goed. Ik ben tegen Sven zeggen, Thijs Roos op YouTube moet opzoeken.